Hey, leuk dat je kijkt naar Origami Zo. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze L kunt maken. Om te beginnen leg je het papier met de gekleurde kant eronder. Dan maak je een diagonale vouw. Bij een groot vel papier is het hiervoor gemakkelijker om eerst de hoeken goed op elkaar te vouwen. Daarna maak je vanuit de hoeken de vouw naar het midden compleet. Vervolgens zou je papier andersom schuin. Dan draai je papier om en vouw je het dubbel. Terwijl het papier in dubbel zit, vouw je de zijkant naar de middenvouw. Daarna vouw je de zijkant naar de vouw die ontstaan is. Om vervolgens de zijkant nog één keer dubbel te vouwen naar de laatste vouw. Nu kan deze kant er helemaal open gevouwen worden. Hetzelfde doe je aan de andere kant. Eerst gewoon dubbel vouwen, dan omvouwen, terugvouwen en nog een laatste keer dubbel vouwen. Vervolgens helemaal open vouwen. Dan herhalen in de andere richting door die dubbel te vouwen. Als dat klaar is, vouw je het papier weer helemaal open. Nu ga je bij de hoek de eerste vouw omhoog pakken en maak je er op de hoek een punt van. Deze vouw je naar de zijkant, waardoor de strook dubbel gaat. Dit doe je bij alle hoeken. Vervolgens vouw je het papier schuindubbel met de kleur naar buiten. Hierbij steken op de schuine lijn de hoeken naar boven en kruisen de punten elkaar beneden. Dan vouw je de zijkant van de schuine lijn met de binnenkant van de hoekpunt naar het midden. Hetzelfde doe je met de andere kant. Daarna vouw je de stukken weer dubbel naar buiten, maar nu met de buitenrand op de vouw die net ontstaan is. Vervolgens buig je het puntstuk open en vouw je deze in een vierkantje dubbel, met de hoekpunt naar buiten wijzend. Dan vouw je het vierkantje naar boven open. De L kan nu al een beetje kijken. Nu het andere oogknop. Draai het papier daarna om en vouw de hoeken. Vervolgens haal je met je vingers de rand aan de andere kant omhoog. Deze vouw je met de punt tegen de bovenrand aan. Het opstaande puntje buig je een beetje open en dan draai je het papier om. Aan de voorkant haal je de rand nu ook na. Hierbij vouw je de punt ook naar de bovenrand, alleen worden de zijkanten nu recht. Nu maak je van het uitstekende punt de snavel van de L. Door de punt eerst naar links en naar rechts te vouwen, kun je de vouw als maat gebruiken. De snavel vouw je namelijk zo ver schuin op de rand. Vervolgens vouw je de punt naar beneden, de snavel naar binnen dubbel en weer dubbel naar buiten tussen de ogen. Via de opening aan de onderkant maak je een schuine vouw
Dit doe je beide kanten op. Dan vouw de punt open om de vouw naar binnen te duwen. Vervolgens vouw je het weer dicht. En vorm je de snavel nog een beetje. Daarna steek je de randen onder de randen waar de ogen aan zitten. Zo is de voorkant klaar. Misschien alleen nog plakoogjes op de ogen doen. Dan de uitstekende randen aan de zijkant omvouwen. En aan de achterkant in het midden nog een beetje omvouwen voor een ronde opening aan de onderkant. Nu de uil klaar is, kun je deze als decoratie neerzetten, als lampenkap gebruiken of ermee inpakken. Bedankt voor het kijken. Doe je een duimpje omhoog als je de video leuk vindt. En wil je vaker video's van mij zien, dan kun je je abonneren op mijn YouTube-kanaal. Tot de volgende keer!